Erasmus Plus Jeugd maakt deel uit van het Erasmus Plus programma. Erasmus Plus is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Erasmus Plus Jeugd focust zich op mobiliteit en samenwerkingsprojecten rond jeugdwerking. Er zijn drie onderdelen onder Erasmus Plus: onderwijs en opleiding, jeugd en sport. Bij Erasmus Plus Jeugd zijn er acties rond mobiliteit voor jongeren en jeugdwerkers, samenwerkingsprojecten en beleidsontwikkeling. Die acties vertalen zich dan in oproepen rond groepsuitwisselingen, participatieprojecten, jeugdpartnerschappen en de mobiliteit van jeugdwerkers. Het budget voor de periode 2021-2027 is 26,2 miljard euro. 83% daarvan gaat naar onderwijsprojecten, 10,3% daarvan gaat naar jeugdprojecten en 1,9% is voorzien voor sport. Zowel individuele deelnemers als organisaties met een rechtspersoonlijkheid komen in aanmerking om steun te krijgen onder Erasmus+. Als individu zal die steun wel via een organisatie verlopen, bijvoorbeeld via een VZW. Het is ook goed om te weten dat vrijwilligers ook in aanmerking komen voor de mobiliteit van jeugdwerkers. Voor mobiliteitsacties heb je natuurlijk altijd een ontvangende instelling of organisatie waar dat je afspraken mee maakt. Voor kleinschalige jeugdpartnerschappen ga je als organisatie een partner moeten zoeken uit een ander programmaland. Voor jeugdpartnerschappen ga je minstens twee partners uit twee verschillende programmalanden moeten zoeken. Voor participatieprojecten kan je in principe wel een nationaal project opzetten, maar je kan ook samenwerken met buitenlandse partners. Cofinanciering is het percentage van het totale projectbudget dat door de EU wordt betaald. Het overige percentage ga je dan zelf moeten voorzien. Bij Erasmus Plus is het echter niet van toepassing. Je moet de cofinanciering niet kunnen bewijzen en de meeste kosten worden eigenlijk volledig terugbetaald. Maar kijk zeker goed na welke kosten precies worden terugbetaald. Zit je met een projectidee of heb je nog vragen over dit programma? Neem dan contact op met het Vleva Subsidieteam.